Deze heb ik vorig jaar laten maken. Ik heb zelf de stof uitgekozen. Dit heb ik gezien in St. Vincent toen ik daar was, 2 jaar geleden. En St. Vincent is de Caribbean, geloof ik. St. Vincent en de Grenadines, dat is een eilandje naast Barbados. En daar komt mijn ex-man vandaan, dus vandaar. En ik ben 2 jaar geleden daar geweest. En dat zijn allemaal Rasta-kleuren? Dit is geen Rasta-kleur, nee. Dit is echt van St. Vincent, de kleur van hun vlag. Kijk. Oh ja. Dit is mijn Rasta. Mooi. Ik hou ook van de Rasta-mannen. Ze zeggen ook, once you go black, you never go back. Dus ja, ik was al heel jong dat ik natuurlijk een Caribische man had. En dan, dan doe je eigenlijk niet eens meer ervaring op met witte mannen. Oh ja? Is dat zo? Dus ik kan eigenlijk niet eens echt iets erover zeggen. Ik heb altijd donkere mannen. Ja? Ja. En wat maakt de donkere man zo bijzonder? Ze flirten meer. Ik bedoel, als ik buiten loop en je komt een donkere man tegen, dan zal hij wel wat over jouw achterwerk zeggen of wat dan ook. En dat vindt u prettig? Wat heb je een mooi pakje aan? Nou, dat vindt een vrouw leuk. Ja. About a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Ik ben getrouwd in 1977, net 21 geworden. Ik heb hem ontmoet in een discotheek in Amsterdam. En hij was eigenlijk illegaal, dus we zijn heel vlot getrouwd. Waar schortte het dan aan? Ja, hij had een vriendin toen die in Rotterdam woonde. En toen is hij teruggegaan naar zijn eiland. Oh, er was een andere dame in het spel, begrijp ik? Er was een andere dame in het spel, ja. Ach. Het zijn leuke mannen, ja. Maar, dat gebeurt net zo goed met de witte mannen ook. 26 jaar, we hebben dat een behoorlijke tijd met elkaar volgehouden. Wie zijn dit, mevrouw? Wij zijn de Golden Girls. Dit is Claudia en dit is Marjan. En u gaat geregeld samen naar dit soort festivals? Ja, elk weekend. En ook uit eten. En mevrouw, waarom klikt dit nou zo goed? Wij zijn allemaal zoveel jaar met een donkere man geweest en gescheiden. En ja. Het schept een band. We blijven gewoon in de getinte wereld. Wat zegt u? We blijven gewoon in de getinte wereld. Oh ja. Als het er eenmaal in zit, ga je er niet meer uit. Sommige vrouwen die zijn niet zo brutaal. Ik ga nooit wachten tot ik gevraagd word. Ik ga gewoon kijken wie er danst en dan ga ik dansen. Maar deze vrouwen die blijven rustig zitten, dat ze gehaald worden. Oh ja. Soms kan je de hele dag zitten, dan zit je voor niks. Als ik ga dansen, dan doe ik op een gegeven moment zo. Dan komen ze vanzelf. En dan komen ze vanzelf. Komt hij vanzelf. Kijk, is het nou ook de bedoeling dat er straks een man mee naar huis gaat? Nee. We komen niet om te scoren, we komen voor plezier. Dat toch wel, ja. Nou, hooguit telefoon uitwisselen, maar echt niet meenemen. Dat niet? Nee. Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier vandaag. En zet hem op. Gaf u nou een kusje? Ja, dat kan. Oh, dankjewel. Dag, tot ziens. Meer Man bijt hond zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.